We spreken met Roya Rahimi over de situatie in haar moederland. Het begon allemaal met het terugtrekken van de Amerikaanse troepen, maar inmiddels lijkt de chaos in Afghanistan compleet. Kan jij iets vertellen over hoe het in Mazar el-Sharif is, jouw geboortestad? Zeker. Het eerste woord is natuurlijk vreselijk en verdrietig dat al die mensen dit mee moeten maken. Wat ze hebben opgebouwd, dat het land heeft opgebouwd, dat gewoon weer helemaal terug wordt getrokken naar wat in de jaren 90 is gebeurd. Het is heel erg onrustig in Kabul, de hoofdstad. Die zijn aan het afwachten van hoe ver wanneer Mazar el-Sharif aan de beurt is, dat het zo chaotisch wordt. De verwachting is wel dat dat zal gebeuren? Ik denk dat heel Afghanistan wel onrustig gaat worden. Okay. Ja. Hadden jullie verwacht dat de Taliban zo snel de macht zou grijpen? Toen de Afghanen, wij hoorden dat de Amerikaanse militairen weg zouden gaan, dat ze terug werden getrokken, dat er echt wel weer onrust zou ontstaan. Ja. Maar niet alleen onrust, denk ik, ook de situatie verandert echt. De situatie verandert echt. Het is geen Afghanistan meer eigenlijk. Het wordt gewoon echt overgenomen door vreselijke mensen. Als ik het zo mag noemen. Het is echt, Wat verandert er concreet, denk je? Kijk, Afghanistan is altijd natuurlijk een islamitisch land geweest. En dus ik begrijp zelf niet zo goed wat zij eigenlijk nog meer proberen te doen. Maar wat er concreet, ik denk dat een hoop regels zullen zijn. Mensen die niet kunnen ontwikkelen, niet aan de toekomst kunnen denken. De vrouwen, zeker. Ja, vrouwen die niet, veel minder mogen. Dus dat is gewoon verschrikkelijk. Okay. Heb je nog familie in Mazar el-Sharif? Ja, zeker nog. Ooms, tantes, neefjes, nichtjes. Dus een hoop. Is daar contact mee? We hebben af en toe wel contact, ja. We hebben af en toe contact om te vragen hoe de situatie gaat, wat ze aan het doen zijn. En dan zeggen ze van, het is mensen die naar buiten durven, die gaan naar buiten. Maar er zijn veel vrouwen die gewoon voorzichtig zijn en het liefst niet naar buiten gaan. Hè. Want wordt er geschoten? In Mazar el-Sharif, toen ze net binnenkwamen, hebben ze wel geschoten. Is het 2 uur even onrustig geweest worden, vuren en schoten. Maar het is nu gelukkig nog kalm daar. Het is gewoon echt Kabul dat om de kop staat nu, waar je die beelden allemaal van ziet. En ik begrijp dat in de winkel de mensen jou op de hoogte houden van de situatie in Kabul. Ik vind, klopt. Ik heb net ook, er zijn Afghaanse kennissen die hier ook in Boksel wonen. En dan vraag je aan elkaar van, hoe is het daar, de situatie? Want iedereen komt uit een andere stad, uit Afghanistan. Heb je de familie gesproken, gaat het goed daar? Maar ook gewoon de klanten die hier binnenkomen, die zeggen van, het is verschrikkelijk wat er gebeurt. Het is een prachtig land, het zijn prachtige mensen, maar ja. Waarom hebben we het aan verdiend, weet je wel? En wat zeggen de mensen die hier in de winkel komen, die oorspronkelijk uit Kabul komen? Dat ze ook familie spreken, dat het daar wel echt, dat het daar echt heel onrustig is. Dat ze daar niet naar buiten willen. Dat is het. Je ziet een aantal protesten, je ziet heel veel protesten nu. Mensen zijn aan het protesteren daar in Afghanistan ook. Zijn met de vlag aan het lopen en aan het doen. En daar ben ik enorm trots op dat ze dan toch wel zo sterk in hun schoenen staan om hun stem te laten horen. En voor zichzelf opkomen en voor het land opkomen. Ik zou zelf nog graag willen zeggen, mensen die het verschrikkelijke beelden zien, als ze kunnen helpen, al ben je Afghaans of geen Afghaans, help de mensen wanneer het nodig is. Ik heb zelf ook donaties gedaan. Ik hoop gewoon dat de mensen in Afghanistan, ons volk, dat zij gewoon opkomen voor het land en dat ze gewoon door blijven vechten totdat het eindelijk een keer rust is daar. Dat ze, ik gewoon het land ook kan bezoeken en heel veel andere mensen. Ben je nog ooit terug geweest sinds je hier kwam? Ja, zeker. We zijn voor het laatst in 2017 geweest. En hoe was de situatie toen? Ja, eigenlijk gewoon vrij rustig. Hè? Het is gewoon heel warm om daar binnen te komen. Het is gewoon heel fijn. De mensen zijn gewoon heel fijn.